Ik denk dat veel in de geneeskunde, in de psychiatrie zeker, maar ook in de geneeskunde, een heel belangrijke kwestie is het wachten. We noemen dat in technische termen watchful waiting. Dat is een bekende term. Het is een van de belangrijkste geneeskundige eigenschappen. Namelijk afwachten, vertrouwvol en aandachtig afwachten. Want meestal komt het goed. Het zit ook een soort hoop in, een soort vertrouwen. Meestal, veel dingen komen goed. En dat klinkt natuurlijk abstract, maar dat is heel concreet ook in de geneeskunde, vooral in de huisartsgeneeskunde. Als iemand komt met een keelontsteking, dan moeten we niet te zeer onmiddellijk antibiotica geven. Rustig afwachten, maar wel aandachtig. Niet cynisch afkerend afwachten, maar aandachtig, bekommerd, aanwezig afwachten. Belt u mij als het erger wordt. Ik kom morgen nog eens terug om te kijken in uw keel. En dan hebben we geen antibiotica nodig. 90% van de keelontstekingen gaat vanzelf over zonder antibiotica. Dat hebben we nu geleerd. Hè? Maar dus in de geneeskunde is het vertrouwvol, geruststellend, aandachtig afwachten de belangrijkste geste die men kan maken. En ook in de psychiatrie. Hè? Geduldig, niet onmiddellijk bij het minste teken van depressie of zo met antidepressiva schieten, maar bekommerd aanwezig zijn. Maar altijd wel aanwezig zijn, hè? Aandachtig zijn. Men komt met de prothese thuis en ze doet pijn en ze zit niet helemaal goed en de huisarts komt langs en die zegt van ja, maar wees een beetje geduldig, dat moet zich nog wat zetten. Goed oefenen. Ik kom morgen nog eens terug langs. Daar is de geneeskunde. En dat is in de opleiding niet altijd zo benadrukt, denk ik. De opleiding blijft toch wel heel erg technisch, doelgericht, fysiologisch ook. Zelfs in de psychiatrie heel erg gericht op de breinigheid van het zijn. En ik vind het brein een belangrijk orgaan, laat dat duidelijk zijn, maar ik denk dat het leven de breinigheid overstijgt. Hè? Omdat we altijd in een context zijn. We zijn altijd in de tijd. Hè? We zijn in mekaars brein, enzovoort, enzovoort. Hè? Dus ik denk dat de opleiding geneeskunde daar soms nogal smal blijft. Dat is juist, ja. En niet zozeer leert wachten. Natuurlijk, dat gaat ook over efficiëntie en kosten en budgetten en die dingen allemaal, hè. Voor het wachten is niet altijd veel aandacht, maar ook niet altijd veel geld. Hè? Het is ook een beetje raar als we dat aan de minister zouden zeggen van mag ik nu wat geld om te wachten? Dat is een moeilijke, hè? Geld om te wachten. De essentie van de geneeskunde en zelfs van het menselijk zijn zit hem in het wachten. Het is geen versiering. Het is geen wat bijkomend iets om af en toe een klein beetje rekening mee te houden. Het is het zijn zelfst, de wezenlijkheid, die wij in het Westen niet goed beoefenen. We zitten vast in een dadendrang, hè? In een wereld van zijnden. Hè? En de traditionele Oosterse denkwijzen, maar ook hier de mystieke tradities, die natuurlijk door de religieuze kaders zijn uitgespoeld, hè, die brengen altijd weer opnieuw dat wachten, dat zonder verwachting kunnen zijn, hè, met een open geest kunnen zijn in het leven zelf, brengen dat terug ter sprake. Hè. Het is ook niet voor niets dat er zoveel succes is de dag van vandaag hier in mindfulness en allerlei zenachtige Oosterse ideeën die, denk ik, daaraan appelleren. Dus het is wezenlijk.